This video is powered by the following sponsors. Hallo allemaal, Sorhawari hier, Combat Point. En vandaag kom ik terug met Philip Verlinde aan de andere kant van de lijn. Hallo Philip, hoe is het met je? Hallo, alles goed, alles goed. Hey, afgelopen weekend herzien de besluit van de partij tussen jou en Ibrahim El-Boustati. Nu hebben we eigenlijk heel veel gehoord de afgelopen dagen daarvan. Van je vader Wim Verlinde, van Nick Hammers, van beide jouw coaches. Van de andere kamp, van Ibrahim El-Boustati en feitelijk 070 Hafid El-Boustati. Wat heeft het de laatste tijd met jou gedaan? Ja, ik heb het allemaal niet zo hard gevolgd in mij. Ik vond het allemaal een beetje, voor mij was het verhaal ten einde toen ik in mijn ogen bestolen werd na de wedstrijd. Die zaten er. Ik heb een protest ingediend, dus ja, dat gebeurt na de wedstrijd. Iedereen is emotioneel, er wordt protest ingediend. Ik voelde me bestolen, dat veel mensen vonden dat ik die wedstrijd gewonnen had. Mm-hmm. Maar ik ben die wedstrijd, daar hebben ze mij bestolen. En dat die protest nu achteraf veranderd wordt door de bond of niet veranderd wordt, dat verandert voor mij niet, want ik had liever in de ring mijn handen omhoog gehad en niet achteraf via papier of protest of dus ja, zo is het gewoon. Ik heb het niet echt allemaal meer gevolgd van als je achteraf wist dat er protest ingediend is. Ik heb dat dan ook gepost op Facebook natuurlijk, als respect voor mijn team en voor de bond die dat dan toch de moeite neemt om het terug te draaien, maar ik ben er ook gewoon niet veel verder mee, want dat wordt ook niet gerespecteerd. Door de andere kant, dat ik als winnaar geaaid door de veelvechters ook niet, dat ik als winnaar eruit kom door een protest, ja, dan ben ik niet verder mee. Dus ik ben die avond gewoon bestolen en dan ja. Okay. In het interview met Ilonka zei je tegen Combat Point dat je meer had moeten doen om te winnen die avond. Het was. Ja, ik heb gezegd, ik had hem moeten neerslagen en dan ben ik op afgestraft. Was dat een strategische beslissing in aanloop van het gevecht? Zei je van, laat hem maar lekker maaien de eerste rondes en dan pak ik hem later in een wedstrijd? Ja, want ik weet wel dat hij een onorthodoxe vechter is, dus ik moet hem wel even voelen. Mm-hmm. En de eerste ronde voelde ik dat ik hem goed onder controle had. Mm-hmm. En ben ik ook in een hoek gekomen en gezegd, deze ronde was voor mij. Mm-hmm. Deze ronde was duidelijk voor mij, heb ik gewoon tegen mijn hoek gezegd. En ook heeft dat ook bevestigd, zo zag ik dat in de wedstrijd zelf ook. Mm-hmm. De tweede ronde wilde ik dingetjes gaan proberen die dan me niet lagen. En toen ben ik een beetje stilgevallen, te veel gaan nadenken. Ja. En zo heeft hij die tweede ronde neer tot zich kunnen trekken. Mm-hmm. En de derde ronde had ik gevonden, ben ik er gewoon vol voor gegaan. En dan wist ik dat die ronde erop of eronder ging zijn. Daar heb ik alles gegeven. Ik denk ook dat als een score is, ik ken niet veel van scores eigenlijk, maar dat een 10-8 ronde voor mij is. En als je dan de eerste ronde gelijk hebt, dat je die 10-8 kunt geven voor mij, wat dat volgens een veel wel zou kunnen. Omdat ik zwaar de overhand heb en daardoor zou ik de wedstrijd winnen, vond ik. Maar en zijn er partijen geweest in het verleden waarvan je zegt van, nou goed, die lagen ook zeg maar zo dicht tegen elkaar aan? Ja, ik heb er zoveel gehad, hè. Omdat ik ook precies. Ik ben een technische vechter, ik ben niet die knockouter en ik ben een jongen die daar achteruit vecht. Ja. En voor het publiek, ik zal het met veel respect voor de minder kennende mensen over kickboksen, vinden ze een achteruitgaande vechter niet altijd aantrekkelijk, maar als ik achteruit, dus de eerste ronde tegen Ibrahim bijvoorbeeld, vecht ik ook achteruit, maar hij raakt mij niet. Als hij komt, raak ik hem wel meer. Dus dan ben ik degene die de punten maakt. Het is niet omdat ik zijn slagen ontwijk, omdat ik één stap achteruit zet, dat ik niet blijf staan om zijn slagen domweg te nemen, dat ik de bangere vechter of de schrikkerige vechter ben, maar ik ontwijk zijn slagen, ik kom er terug in. Dat is het spel en daar word ik veel op afgestraft. Hè. Daar ben ik ooit op afgestraft geweest tegen Bojanski. Ja. Die dat dan, ik heb het nog zo wedstrijden gehad dat ik gewoon technisch beter ben en dat ik de wedstrijd win en dat de vooruitgaande vechter die veel minder doet, toch de winst krijgt. Dat zie je nog in wedstrijden gebeuren trouwens. Dus, ja, ze noemen dat de ringdominantie. Daar weet je daar uiteraard alles van. En dat wordt ook met punten beloond. Dus eigenlijk wat je zegt is dat je die ringdominantie onterecht vindt. Klopt dat?
ringdominantie en ringdominantie. Ik vind dat een vechter die achteruit vecht, ja, ook dominant is, want die ontwijkt slagen. En iemand die gewoon domweg naar voren loopt, ja, ja, als ik kan mijn eigen ook 120 kilo laten wegen, een dubbele dekking zetten, naar voren lopen tegen iedereen en dan twee logisch geven en een wedstrijd winnen. Zo win je geen wedstrijd, hè. Dus je kan in je dubbele dekking maar naar voren lopen, niks doen en twee logisch geven. En die andere jongen die outclass je, of die maakt meer punten. Ja, dat is ook geen verhaal, hè, kickboxgewijs. Dus, maar ja, dat blijft een jurysport en alle mensen zien het altijd anders. Ja. En soms hebben we gewoon veel vrijwilligers als juryleden. Ja. Die dat iets onbekwamer zijn, eerlijk gezegd. Ja. Die komen verder als ouders van kinderen dat gaan kickboksen of en die gaan een juryleid worden, die worden vrijwilliger. En die bekijken de sport iets anders dan wij die dat kenner zijn. En zo gebeurt dat soms en zo is dat nu eenmaal. Wat zou er nodig zijn om dit soort discutabel, onduidelijke beslissingen te voorkomen voor de toekomst? Ik heb die vraag ook aan Nick gesteld. Zou je zeg maar meer, kijk, met jou, iemand met jouw ervaring heeft daar kijk op. Zou je bijvoorbeeld vechters in hoeken moeten laten jureren nadat ze een cursus hebben afgerond? Ja, het probleem is, ja, ze moeten het allemaal willen doen en je moet de juiste mensen vinden. Dus je bent blij dat je vrijwilligers hebt dat willen doen elk weekend te staan, want ik heb wel respect voor die mensen. Maar hetgeen dat er wel is, ik vind wel, ook al had ik het liever niet via mij meegemaakt, de wedstrijd is nu omgedraaid door het kijken van videobeelden. Er is geen betere jurering. De avond van de wedstrijd zijn er emoties. Er zijn geluiden in de zaal. Ja. Die jacht voor die, dat beïnvloedt allemaal de wedstrijd, de puntengeving. Want zijn ook allemaal momenten waarom erin zitten. Als je achteraf gaat analyseren op een video, en je gaat die video drie keer terugkijken, dan ga je echt wel de echte winnaar eruit halen. Dat is er nu bij mij gebeurd. Ja. Ze hebben de echte winnaar eruit gehaald, denk ik dan, want ze hebben het echt wel. Ze gaan niet zomaar een wedstrijd omslagen en één keer de video bekijken. Ze gaan nu wel grondig analyseren. Dus dat is wel de beste weg, maar dat duurt gewoon te lang. Je wil die avond de winst halen. Ja. Maar ik vind het wel ergens ook goed dat het kan gebeuren. Dat er zijn veel wedstrijden in de historie zelfs. Bijvoorbeeld in boksen pak je al Bradley de eerste keer. Dat was een groot skandaal. Ja. Hebben ze nooit omgedraaid. Maar als ze die wedstrijd zouden analyseren op video, de jury doet. En mans genoeg zijn om hem gelijk, ongelijk toe te geven wat de BKB allemaal wel doet. Dat wel een goed teken, vind ik. Ja, dan zouden de sporters soms anders uitzien. Maar dan krijg je te maken met een uitslag die achteraf worden omgedraaid. En dat is dan ook niet wat je wil zien natuurlijk. Dus nou, dat ligt een beetje moeilijk altijd. Ja. Terugkomend op jouw partij met Ibrahim. Had je vrede gehad met een vierde ronde die avond? Ja, had er een vierde ronde geweest, dan had ik mij verwacht. Dat was bij mijn verwachtingen. En had Ibrahim zelf ook verwachtingen bij mij gezet. Ja. En nou ja, ik zeg het, ik hou altijd rekening met de jury die daar zo'n beslissingen maakt. Als ik mijn eigen rekening naar de hoek ga ook, ik voel nog maar dat ze niet overklast zijn. Of zelfs als we overklast zijn, klaar hebben voor een vierde ronde, daar heb ik me altijd op voorbereid. Dus okay. Dat was misschien wel een mogelijkheid en dan was ik toe bereid. Ik was klaar voor een vierde ronde te vechten. Oké. Nou, goed. Ik dank je in ieder geval voor het beantwoorden van de vragen. Voor de luisteraars, we praten vandaag nog met Patrick van Ascher van de BKBMO. Nou, we hopen dat hij ons meer informatie kan geven over het proces van de herziening van dit besluit. En hoe de bond tegen deze wedstrijd na het zien van de beelden aankijkt. Voor nu dank ik jou ontzettend voor je tijd, Philip. En we hopen je weer snel weer te spreken. Wanneer ga je weer aan de bak? Ik heb voor het moment niks staan. Ik had een kleine blessure, die heb ik niet van de wedstrijd, een langdurende blessure dat ik al lang heb. Ik had die ingreep had ik gepland vlak na de wedstrijd tegen Ibrahim, die hebben ze nu gedaan. Dus nu ga ik heb een maandje gerust, nu ga ik terug beginnen trainen en dan gaan we kijken wanneer ik terug wedstrijd klaar ben en dan kijken we wel. Misschien komt er nog wel eens een pot met Ibrahim. Als hij wil, voor mij maakt het niet uit, voor mij is het goed. Ik heb dingen genoeg om te doen en er is gebeurd wat gebeurd is, we kunnen het niet veranderen. Ik had het liever ook zo niet gehad zoals nu.
dat ik gewonnen ben of zo. Ik heb er veel ervaring hiervoor. Dat interesseert me echt geen moer dat ik gewonnen ben via protest. Mm-hmm. Daar ben ik ook niet meer vooruit, eerlijk gezegd. Dus respect aan mijn team die dat willen veranderen heeft. Respect aan mijn, aan de bond die dat willen doen hebben. Maar ik had liever mijn handen die avond in de lucht gehad. Dus ik ben eigenlijk een beetje het slachtoffer van de hele zaken, want ik zal nooit goed doen. Ja. Ik ben niet gewonnen. En win ik achteraf is het ook niet goed voor niemand. Dus ja. Dat is spijtig, maar het is gebeurd. Het is zo en we gaan verder. Hè. Op naar de volgende en we doen het nog wel eens over. En dan kijken we wel wie de beste is. Oké, nou dat is in ieder geval een mooi vooruitzicht. Nogmaals, hartstikke bedankt, Filip. Ja, heel veel succes. Oké. Okay. En we spreken elkaar waarschijnlijk binnenkort wel weer. Goed. Oh, oké, okay, geen probleem. Tot ziens. Okay. En voor de luisteraars, like, deel de video en uiteraard laat je mening horen onderaan het bericht. Uiteraard met de sportieve respect die ze ook in de ring elkaar tonen. Goed, bedankt allemaal.